Wat betekent 4, 5 mei voor jou? Nou, het betekent voor iedereen afzonderlijk, heeft het weer een eigen verhaal. Voor mij betekent het betekenis geven aan het werk dat mijn opa, mijn grootvader, heeft gedaan in het verzet in de stad Groningen in de jaren 40 tot 45. En de jaren dat hij in een Duits werkkamp heeft gezeten nadat hij was opgepakt. En die offers van hem en natuurlijk vele anderen met hem. Dat eren, daarbij stilstaan. En daarmee ook de vrijheid doorgeven naar volgende generaties. Dat is wat het voor mij betekent. En wat betekent vrijheid voor jou? Mij betekent jezelf kunnen zijn. En voor jongeren die nu opgroeien en in onze nieuwe wijk, zo ruim 20 jaar oude wijk, het is vanzelfsprekend. Maar voor mij en ook voor de jongeren zou iets waardevol moeten zijn. Dus het is echt de basiswaarde, onder andere van jouw dagelijks leven. Het betekent kwaliteit voor het leven, vrijheid. Wat betekent 4, 5 mei voor jullie? Vrijheid, dat iedereen kan denken, kan doen wat hij wil. En gewoon niet vieren, maar herdenken. En 5 mei dan vieren. Dat iedereen dat voor een groot deel kan doen, nu in dit land. En hopelijk in de toekomst ook in een hoop andere landen. Voor mij betekent 4 mei het zijn van rouw voor mensen die zijn overleden en 5 mei dan voor de viering dat we allemaal vrij kunnen zijn en niet hoeven te lijden eigenlijk onder angst van dat het ooit nog mis kan gaan.